18 nieuwe districtscommissarissen zijn gisteren beëdigd door president Chandrika Prasad Santokhi. Bij de beëdiging is niet aangegeven in welk district de DC's zullen functioneren. De president wees de pas beëdigde DC's erop dat hun kerntaak is het vertegenwoordigen van de overheid in het district. Hoewel zij door een bepaalde politieke partij zijn voorgedragen, mag dat geen rol spelen bij het uitvoeren van hun taak als DC. Santokhi benadrukte dat zij DC zijn voor alle Surinamers. Maar in het bijzonder daar waar u te werk gesteld zou worden in het district, dat u voor alle Surinamers daar zult werken. In die zin bent u een regionale ambassadeur van het nationale regeringsbeleid. Uw volgende kerntaak is het handhaven van orde, rust en veiligheid in uw district. Maar u bent ook de burgervader van het district. Burgermoeder van het district. En dus zult u moeten luisteren naar de noden van het volk. U moet luisteren naar de behoeften en de problemen van de burger. Problemen die niet alleen van juridische aard zijn of de samenleving raken, maar ook problemen die van huiselijke en persoonlijke aard zijn. Daarvoor bent u ook de burgervader en de burgermoeder. En zorg ervoor dat u bereikbaar bent voor hen. President Santokhi gaf aan dat deze regering optreedt op basis van gezag en niet van macht. De nieuwe DC's moeten hun werk doen aan de hand van de eed en belofte die zij hebben gedaan. Rechtszekerheid op basis van geschreven rechtsregels. Uw bestuursbevoegdheden zult u dan ook ontlenen aan verschillende wetten. En u zult binnenkort allemaal getraind worden. Daarvoor zijn deskundige, gewezen districtscommissaris al in prijs gebracht om jullie te trainen met alle aspecten voor het ambt van de districtscommissaris. Ook is uw plicht om te luisteren naar de burgers in uw district en zelf op de hoogte stellen van het wel en wee in het district. Zoals dat vastgesteld is in het staatsbesluit, de instructie districtscommissarissen. Leest u dat goed, wat daar staat? President Chandrika Prasad Santokhi gisteren bij de beëdiging van de 18 nieuwe districtscommissarissen. Er was veel kritiek op het behouden van Mike Nerkus als DC. En Star News meldt vanmiddag echter dat vanwege druk vanuit de samenleving Nerkus zal worden vervangen. Ook komt er een herevaluatie voor de posten voor raden van commissarissen bij parastatale bedrijven.